Salomon X-Max 12. Een sportieve pisteski. De 12 staat al wat hoger in de serie, want je hebt ook een 6 namelijk. En dat betekent eigenlijk dat hij sportiever is. En nou, hoe weet ik of die ski sportiever is? Is dat hij gewoon stabieler is bij hogere snelheid, want hij moet meer krachten aankunnen. Dat hebben ze voor elkaar gekregen door een X-chassis, en daarom staat ook X12. Die zit onder je binding over de lengte van je ski verwerkt in de ski. En dat geeft onwijs veel grip en stijfheid onder de binding. Nou, dat heb ik zeker gevoeld. En dat geeft als voordeel bij hoge snelheid dat je gewoon meer vertrouwen in die ski hebt. Dan verder is die ski niet extreem getailleerd. En dan zou je denken, nou, dan is hij niet zo makkelijk te carven. Nou, daarentegen heeft hij wel een hele flexibele punt. En voor de kijkers thuis zit zo'n raampje in. En dan zie je dat het binnenwerk daarin iets beweegt. En daarin los zit, maar niet kapot is. Dat je dat wel begrijpt. Maar daardoor kan hij onwijs makkelijk buigen hier. Dus is hij wel rond te sturen. Maar het slippen gaat ook, want hij is niet extreem geteerd en die achterkant staat iets afgerond. Dus je kan hem ook nog poetsen. Dus dan krijg je eigenlijk dat een heel breed inzetbereik die ski heeft. Dit betekent dat als je een beetje rechterop schiet, een beetje poetsend, gaat het goed. Maar ga je hem een beetje beuken op zijn kant en carven, gaat het ook goed. Dus een breed inzetbereik op de piste tot echt wel een goed gevorderd niveau. Topmat.